Dit is het Wolfsweidepark in Rijen. En op woensdagavond 9 mei, de dag voor Hemelvaart, kregen we een 112-melding. Er zou hier sprake zijn van een ernstig misdrijf. Een vrouw is namelijk met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht na een zeden- en geweldsmisdrijf. Na de 112-melding zet de politie zo snel mogelijk het park af en zoekt met speurhonden naar sporen. De vrouw zat onder de schrammen en krassen. Het NFI onderzoekt de veiliggestelde sporen waarmee we hopelijk duidelijk krijgen wat er precies is gebeurd. De vrouw heeft haar belager kort gezien en samen met haar hebben we een compositietekening gemaakt. Denkt u iemand te herkennen in deze kale man van de compositietekening? Laat het dan weten. De vrouw kan zich niet herinneren of hij iets tegen haar heeft gezegd, dus over zijn spraak weten we niets. Maar hij heeft zo'n specifiek uiterlijk dat er haast wel mensen moeten zijn die een idee kunnen hebben wie dit kan zijn. Of die hem misschien ergens hebben gezien. En ook dat willen we graag weten. Nou, uit ons onderzoek is gebleken dat er mensen zijn die mogelijk spullen hebben gevonden en hebben verplaatst. Mocht dat zo zijn, dan horen we dat graag van u. Hoe de man het park is ingelopen is niet duidelijk. Het park heeft verschillende ingangen, waarvan sommige in de wijk ernaast. Als er mensen zijn die bewakingscamera's hebben hangen in de buurt van het park en waarmee wij nog geen contact hebben gehad, dan willen we die beelden toch heel graag zien. Want hopelijk wordt dan duidelijk waar de dader het park is ingegaan, maar ook waar en hoe hij weer is vertrokken. Met de auto, scooter of met de fiets. Of misschien komt hij uit de buurt en was hij te voet. Was u daar op die warme woensdagavond 9 mei, de dag voor Hemelvaart? Heeft u nog niet met de politie gesproken? Doe dat dan alsnog. Uw informatie kan echt helpen in dit onderzoek. Getuigen zijn dus erg belangrijk en misschien wel doorslaggevend. Herinnert u zich iets, dan vraag ik u echt met klem om contact met ons op te nemen. En dan nog iets, bent u misschien ook lastiggevallen op een andere dag, op een andere plek? Laat het ons dan ook weten. We gaan echt heel zorgvuldig met uw informatie om. Heeft u op woensdagavond 9 mei iets gezien in of rondom het park Wolfsweide in Rijen? Bel. Doe dat zeker ook als u de man van de compositietekening denkt te herkennen. Een tip doorbellen kan zoals altijd gratis naar de opsporingstiplijn op 0800 60 70. En blijft u liever anoniem, dan is er M op 0800 7000.